Hey, fijne vrijdag allemaal. Vrijdag de 14e juli intussen alweer. Het wordt vandaag opnieuw zomers warm. Nu, het weerbeeld dat daarbij hoort is niet onmiddellijk zomers. Vanochtend hebben we te maken met veel wolken. Die wolken die horen bij de aankomst van die warme lucht. Het is een warmtefront wat nadert en zal voorbijtrekken. En uit die wolken zou misschien zelfs lokaal een drupje regen kunnen vallen. Veel zal dat zeker niet zijn, maar als er plaatselijk een spatje valt, zal dat toch niet hoeven te verwonderen. Vanmiddag breekt dan geleidelijk aan meer en meer de zon door, samen met de aankomst van die warme lucht. En tegen het eind van de middag, naar de vooravond toe, bereiken we dan de hoogste temperaturen. En die kunnen behoorlijk oplopen. Landinwaarts kan dat richting een 26, 27 graden zijn tegen die tijd. Aan de kust gaan we toch naar gemakkelijk een graad of 25 toe. Verder, ja, opnieuw ook toch nog die wolken die we moeten verdragen, al zullen vanmiddag de opklaringen geleidelijk aan wel breder worden. De wind zit in een zuidelijke richting en is fors afgenomen ten opzichte van de vorige dagen. Vanavond en vannacht dan tijdelijk meer opklaringen, maar later in de nacht weer meer bewolking. Op nadering van een koufront dat dan morgen voor een toename van de buiigheid zal zorgen. We hebben wel een zeer zachte nacht te pakken, 17 tot 18 graden. En tegen het eind van de nacht loopt de kans op een plaatselijke bui of een drupje regen geleidelijk weer wat op. Morgen zitten we dan met een licht onstabiel weertype. Er zijn wolkenvelden, er zijn opklaringen, maar de kans op een bui is eigenlijk al van in de ochtend aanwezig. Hoe die buien gaan uitpakken en waar ze precies gaan uitpakken, moeilijk te zeggen. Maar hou er rekening mee dat in de loop van de dag verspreid over de regio, dat kan zowel aan zee in West-Vlaanderen als in Oost-Vlaanderen het geval zijn, dat er hier en daar wel eens een bui zou kunnen gaan opduiken. Het is allemaal niet echt heel uitgesproken in de weermodellen, maar niettemin hou er toch maar rekening mee dat een plaatselijke bui eventueel wat feller kan zijn, met eventueel hier en daar toch een flinke scheut water. En er is natuurlijk ook kans op onweer bij die buien. Niks om over ongerust te zijn en al zeker geen calamiteiten die eraan komen, maar een flinke bui is eventueel hier of daar wel mogelijk. De temperaturen kunnen ook morgen naar 26, 27 graden oplopen landinwaarts. Dat is dan tussen de buien en in de betere periodes. Aan zee kunnen we ook weer 24 graden halen. Later in de middag draait de wind naar het zuidwesten en begint het toch wel af te koelen. Zondag en de dagen daarna zitten we dan in een licht wisselvallig weerbeeld. Zondag hebben we met een zuidwestelijke wind te maken die weer wat kan aantrekken. Kan weer een vrij krachtige wind worden, zeker aan de kust. Met temperaturen die dan rond 20, 22 graden zitten aan zee. Landinwaarts zal dat nog wel gemakkelijk rond een graad of 23 zijn. Maandag en de dagen daarna zet ik er de pluim bij. En eigenlijk voor de hele volgende week kunnen we gemakkelijke samenvatting maken. Je ziet dat de temperaturen telkens gemakkelijk tussen 20 en 25 graden blijven zitten. Dat is een vrij grote range, maar het zal een beetje afhangen van de hoeveelheid zon en de precieze windrichting. Is die wat meer west-zuidwest, zitten we eerder tegen de 20 aan. Gaat die wat meer naar het zuiden, kan dat wat meer richting een graad of 25 zijn. In alle geval, het blijft toch wel zeker licht zomers tot zomers en ook licht onstabiel. We hebben meestal op de meeste dagen te maken met een mix van wolken en opklaringen, met een kleine kans op een enkele bui. Zo, je bent weer helemaal gebriefd. Alvast bedankt voor het kijken. Ik zeg graag tot morgen, maar morgen is het weekend en dan kan de update er weer wat later aankomen, zoals gewoonlijk in het weekend. Dag en profiteer van het mooie weer.